Hier zijn Snot en Gob. Het lijkt erop dat ze weer iets van plan zijn. Hey, gaan jullie proberen iemand onsterfelijk te maken? Wauw, wie is dit? Ik gok dat deze kerel geen idee heeft wat eenzaamheid is. Ik denk dat we precies de man gevonden hebben die jullie zoeken. Ik kan niet wachten om te ontdekken hoe jullie hem onsterfelijk gaan maken. Voorhees DNA in de knappe kerel transplanteren is een geweldig idee. Vanuit biologisch standpunt kun je een mens onsterfelijk maken. Om dat te bereiken hoef je alleen maar uit de DNA de neiging te verwijderen om ouder te worden en aan ziekte te lijden. Maar vandaag proberen Snot en Gob uit te vogelen. Hoe kun je iets doden dat onsterfelijk is? De eerste proef is teleportatie. Om een voorwerp van punt A naar punt B te verplaatsen, moet je alle atomen en neurale verbindingen precies zo verplaatsen als ze in het origineel waren. Daarnaast moet het origineel vernietigd worden, waarbij alleen de perfecte kopie overblijft. Daarom doodt, theoretisch, teleportatie zowel een sterveling als een onsterfelijke. Ik verwachtte een iets ander resultaat. Maar het is nog veel te vroeg om op te geven. Hier hebben we een alkalisch bad dat elk levend wezen kan oplossen. Het is jammer dat deze buitenaardse wezens niet naar Breaking Bad hebben gekeken. Want dan zouden ze immers weten dat alkali een badkuip sneller oplost dan een menselijk lichaam. Ik denk dat de volgende test je zeker zal doden, knappe kerel. Het zal beginnen met het vernietigen van je hersenen. Niemand op deze planeet kan zoiets langer dan een dag verdragen. Je leeft nog? Oké. Gelukkig voor ons hebben Snot en Gob gisteren toevallig deze enorme vleesmolen gestolen. Waar wachten we nog op? De vleesmolen gaat zichzelf niet aanzetten. Hij schijnt zijn geheugen kwijt te zijn. Om preciezer te zijn, al zijn neurale verbindingen zijn vernietigd. En zijn geest is als een zuiver wit laken. Op een of andere manier hebben we hem gedood. En wat zullen we daar nu mee doen? Ik weet het niet. Iets interessants. Wacht eens even. Waarom zou je een onsterfelijke willen vermoorden? Wil je van mij af en mijn show overnemen? Verdorie, hij heeft ons door. Tijd om weg te glippen. Het is oké. We zullen onze eigen show maken. En dan zullen we geweldig zijn. Ga weg. Het spijt me, kerel. Ik heb niet eens naar je naam gevraagd. Arnold? Leuk je te ontmoeten. Besloten om in het park rond te hangen, of niet? Het lijkt erop dat deze burrito niet van jouw niveau was. Snel, vind iets te drinken. Arnold, wacht! God knows wat er in deze magische winkel kan zijn. Nou, nu je met succes je Mexicaanse voedselprobleem hebt opgelost, laten we wat plezier gaan maken. Wat een enorme rij. Het lijkt erop dat je nog een tijdje moet wachten. Of? Arnold, dit is geen goed ding om te doen. Het lijkt erop dat dit schattige kleine omaatje je hulp nodig heeft. Arnold, kijk uit! Weet je, Arnold, ik heb besloten om naar het mortuarium te gaan en afscheid van je te nemen. En, oh mijn god, leef je nog? Nee, je bent herrezen. Het lijkt erop dat het elixir dat je dronk werkte. Je bent nu onsterfelijk. Gefeliciteerd, Arnold. Je zult nu het langst levende organisme op de aarde zijn. Je lichaam is nu aan het regenereren. En de term cellulaire senescentie is nu gewoon een grap voor je. Dus, hoe ga je je onsterfelijkheid gebruiken? Ik snap het. Je gaat de weg oversteken door rood. Je betast willekeurige meisjes. Je zult ook de Kenny McCormick lookalike wedstrijd winnen. Dat is belachelijk. Je hebt een oneindig aantal jaren voor je en je verspilt ze aan dit? Arnold, je zou alles kunnen studeren in de wereld. Leer elke gevechtskunst. En zelfs nieuwe sterrenstelsels verkennen en koloniseren.
Arnold, hoe zit het misschien met het stoppen van het verspillen van je tijd? Oké, dus misschien ga je 200 jaar lang elke Netflix-serie kijken. Ik zie dat je je een beetje verveelt. Plus, je huis is begonnen te vervallen. En je bent nog steeds jong. Een van de nadelen van onsterfelijkheid is dat je al je dierbaren moet overleven. Bovendien verandert de wereld om je heen snel. Maar je zult achterblijven in de vooruitgang. En je zult je overbodig voelen in de maatschappij. Alles wat ooit belangrijk voor je was, zal geleidelijk verdwijnen. Na verloop van tijd zal alles je niet meer behagen en verrassen. Omdat je echt alles al gezien hebt. Je zult zwaar depressief worden. Sorry, vriend, maar het heeft geen zin. Stop, Arnold. Je weet dat je onsterfelijk bent. Arnold, laten we naar de show gaan kijken. Arnold? Oké. Ik zal je alleen laten. Oh, Arnold. Je kwam net op tijd terug. De zon is stervende en verandert in een supernova. En jij hebt de beste plaats om de dood van ons zonnestelsel te zien. Zeg maar dag tegen de planeet Aarde. Ik denk dat die burrito een vergissing was. Ik vind het heerlijk om hem wakker te maken als hij zo lekker ligt te slapen. Sta op, luilak. Ik heb iets voor je, Arnold. Je hebt nu nog maar 24 uur te leven. Ik denk dat je even moet googlen wat je in zo'n situatie moet doen. Wis eerst je browsergeschiedenis. En hier zijn de top 3 antwoorden op deze brandende vraag. Hoe zou je de laatste dag van je leven doorbrengen? Met geliefde, ik denk voor jou, Arnold, dat dit waarschijnlijk niet het goede antwoord is. De tweede optie is je volproppen met junkfood. Nou, dat doe je elke dag al. En tenslotte, nummer 3. De dag doorbrengen aan de oceaan met een geliefde. Nu wordt het interessant. Arnold, ga je echt doen waar je je hele leven al van droomt? Whoopsie daisy, iemand heeft geen benzine meer. En geld. Geweldig idee. Je kunt een lening krijgen en op je laatste dag echt gaan leven. Haal het maximum eruit. Je zult je de rijkste kerel op de planeet voelen. Jeff Bezos, de eigenaar van Amazon, verdient genoeg geld om elke 50 seconden een nieuwe Tesla Model S te kopen. Je bent nu rijk, Arnold. Je kunt je eigen vliegtuig huren en overal heen vliegen waar je maar wilt. Wat ben je van plan? Wauw, ga je Tagaya van haar vriendje afpakken? En daarmee op reis nemen? Arnold, je bent een held. Konden we de tijd maar terugdraaien en dit moment echt laten duren. Wat als ik je zeg dat het mogelijk is? Om te voorkomen dat de dag eindigt, moet je de zon inhalen. Om dat te doen, moeten we langs de Evenaar naar het westen vliegen met een snelheid van 1667 km per uur. Als je met die snelheid kunt vliegen, zal de dag nooit eindigen. Helaas heeft dit geen enkele invloed op je levenstimer. Het zijn je laatste seconden, Arnold. Kom op, doe het! Arnold, je leeft nog! Ik begrijp het. Volgens het getekende contract heb je geen recht om te sterven tot je de lening afbetaald hebt. Tot ziens, Arnold. Arnold, kijk, jij bent het. Maar dan uit de toekomst. Wacht, Arnold, hij heeft je kleren niet nodig. Hij heeft hulp nodig. Dat is waarom je naar het jaar 2050 gaat. Oh jee, dat is niet de mooie toekomst waar mensen aan denken. Inderdaad, in 2050 lijdt de aarde onder de opwarming van de aarde.
De bevolking van de planeet is gegroeid tot meer dan 10 miljard mensen. Deze overbevolking heeft een tekort aan zoet water veroorzaakt. Kun je je het voorstellen? De planeet staat op het punt vernietigd te worden. En ze vechten om Pepsi? Oké, terug naar onze missie. In 2050 heeft iedereen cybernetische implantaten. En aangezien vijandelijke drones implantaten kunnen detecteren op een afstand van 10 kilometer, ben jij, Arnold, de meest onopspoorbare en onkwetsbare persoon in 2050. Jij bent degene die zal helpen het verloop van de oorlog te veranderen. Soldaten verzamelen. En dus, Arnold, de vijand is gespot in het noorden. Maar de weg wordt geblokkeerd door elektromagnetische kanonnen. In plaats van projectielen vuren ze elektrische impulsen af. En de impulssnelheid overschrijdt 7000 km per uur. We moeten een schuilplaats vinden. Snel, ga naar beneden in de metro. Je bent aan de kanonnen ontsnapt, Arnold. Maar er zijn nu andere problemen. Drones, gedetecteerd door scanners. En maak je geen zorgen, Arnold. Vergeet niet, deze drones zullen je niet eens opmerken. Je hoeft alleen maar langs hen te rennen en de stroom uit te schakelen. Goed gedaan, Arnold. De toekomst was zeker niet klaar voor mensen zoals jij. Ga door, vriend. Je bent er bijna. Het is tijd om naar de oppervlakte te gaan. Arnold, er zijn veel vijanden in de buurt. Stap in het exosuit. Hiermee kun je een supersoldaat worden en lange afstanden afleggen. Zonder moe te worden. En alle fysieke activiteiten worden 20 keer makkelijker dan voorheen. Je bent nu niet meer te stoppen, Arnold. Nu moet je alleen nog de besturing uitvinden. Arnold, nee! Je hebt jezelf gedood uit de toekomst. Oké, dus geen tijd om te treuren. Je vijanden komen eraan. Je hebt een vlammenwerper. Gebruik het. Oh, yeah. Niemand had ooit gedacht dat dit op een dag in Hollywood zou gebeuren. Arnold, kijk uit! Een raket! Arnold! Arnold! Ben je in orde? Arnold, je was ernstig gewond. Dus de artsen gaven je een aantal upgrades. Bijna zo goed als nieuw. Maar er is één probleem. Nu hebben we een soldaat nodig zonder implantaten. En jij moet terug in de tijd reizen en hem vinden. En hier is je vrijwilliger. Breng hem in het portaal. Déjà vu. Dit heb ik ergens eerder gezien. En hij staat al 3 uur in de file vanwege wegwerkzaamheden. Arme Arnold heeft het dashboardkastje al doorzocht. De patat van vorig jaar gevonden. En luistert voor de 100ste keer naar een Ricky Martin CD die in de stereo vastzit. Ik ben het ermee eens. Het is verschrikkelijk. Doe het niet, Arnold. Je bespaart er geen tijd mee en het is echt gevaarlijk. Zeg dankjewel, Arnie. Ik ben degene die je kont heeft gered door de tijd stil te zetten. Net als in tekenfilms. Wat zou jij als eerste doen in zo'n situatie? Misschien in de archieven van het Pentagon kijken en uitzoeken of Armstrong echt naar de maan is gegaan. Of zou je Susie misschien durven kussen? Het belangrijkste komt niet in Japan terecht. Ze houden ervan de tijd stil te zetten. Ze houden er gewoon heel, heel erg van. In de termen van natuurkunde, als de tijd stopt, dan stopt alles. Je hoeft geen wiskundige te zijn om te begrijpen dat tijd een van de componenten is van snelheid en afstand. Als een van deze waarden nul is, dan zijn alle andere waarden ook nul. Nu, op naar het avontuur. Oeps. Lichtdeeltjes en fotonen staan ook stil. Als bijgevolg is het vermogen om iets te onderscheiden met je gezichtsvermogen verdwenen. En je zult geen water kunnen drinken. Alles is bevroren. Hier is nog een interessant feit. Een lichtstroom die 65 miljoen jaar geleden de aarde verliet, is nu 65 miljoen lichtjaar verder. En iemand met een grote telescoop recht op de aarde gericht, kan nu de dinosauriërs zien. Maar ik stel voor dat we terugkeren naar de werkelijkheid, Arnold. Nu heb je niet het gevoel dat je tijd verspeelt. Want elke seconde van ons leven is mooi. Oh jee. Nou, blijkbaar niet vandaag. Weer een avondsessie van vernederende tv kijken. Dus, wat hebben we hier? Elon Musk heeft een nieuwe raket gelanceerd in de ruimte. En de ruimte heeft een meteoor teruggelanceerd naar Elon Musk. Arnold, relax. Jij weet niet eens wat een meteoor is. Een meteoor is een groot hemellichaam van kosmische oorsprong. Hun massa varieert van een paar gram tot duizenden tonnen. En wees niet bang. Er is in de geschiedenis maar één meteoorinslag geweest die iemand heeft geraakt.
in 1954. En zelfs toen raakte het alleen maar iemand in zijn been. Het lijkt erop dat iemand zich vrijwillig opgeeft om de planeet te redden. En hij barst gewoon van enthousiasme. Het lijkt erop dat deze aflevering de kortste ooit zal zijn. En een gelukkig einde zal hebben. Nee, laat maar zitten. Hetzelfde als altijd. Het lijkt erop dat onze planeet op het punt staat vernietigd te worden. Of misschien is er een andere redder. Zou het Arnold kunnen zijn? Uitstekend! We kiezen een outfit. Dus dit is een nee. Zeker niet deze. Nee, niet deze. Nou, dit is wat je nodig hebt. Hoewel, we kunnen gewoon kopiëren wat Project Dart van SpaceX deed. Het is de bedoeling dat in 2022 een ruimteschip van 500 kilogram tegen een asteroïde genaamd Didomus ramt met een snelheid van 6 kilometer per seconde. De automatische piloot is nog niet geïnstalleerd, dus je zult handmatig moeten vliegen en een held worden. Oh, wauw! Arnold, heb je het overleefd? Net als alle andere laagste vormen van leven, zoals microben. Maar nu is er een klein probleem met water. Nadat de meteoor met een diameter van 100 kilometer de aarde raakte, vernietigde de schokgolf bijna al het leven binnen een straal van 100.000 vierkante kilometer. Er kwam een enorme hoeveelheid zwavel vrij. En stof en as van de vernietiging steeg op in de bovenste atmosfeer en blokkeerde de toegang van de zonnestralen. Je zult wel honger hebben. Het is goed dat je je ruimtevoedsel in de raket hebt bewaard. Was er geen eten? Dat is verschrikkelijk. Omdat er geen voedsel meer is op de aarde. Het is goed dat je in een ruimtepak zit, want het is min 50 graden buiten. En je wilt hier niet lang blijven lopen. Kijk uit! Ik vergat toe te voegen dat kakkerlakken het ook overleefd hebben. En ze zijn een klein beetje gemuteerd. Je kan beter vluchten. To infinity and beyond. Arnold, hoe heb je jezelf in zo'n situatie gebracht? Sorry, maar je kan niet ontsnappen. Zelfs op een hoogte van 5000 meter moet je nog werken aan je YouTube-kanaal. Waar vlieg je naartoe? Kijk tenminste op de kaart. Het lijkt erop dat je recht in de Bermuda-driehoek bent gevlogen. Volgens geruchten verdwijnen hier vaak vliegtuigen en schepen. Arnold, waar zijn je vleugels en kleren gebleven? Het lijkt erop dat de geruchten waar zijn en dat je op het punt staat te verdwijnen. De wetenschap erkent de vreemde dingen die plaatsvinden in de Bermuda-driehoek niet. Er zijn echter verschillende niet-wetenschappelijke theorieën. Volgens één van hen komt alles wat hier verdwijnt terecht in een parallel universum. Kijk, alles is anders hier. Je ziet er zelfs vreemd voor deze hond uit. Zoals je kunt zien is je huis ook erg veranderd. Ik adviseer je om daar voorzichtig te zijn. Hier is Arnold. Dit is Arnold. Wel, uit een parallel universum. Hij is veel succesvoller dan jij. En heeft zelfs een stijlvolle snor. En het lijkt erop dat hij jou helemaal niet mag. Op de bodem van de Bermuda-driehoek ligt de mythische stad Atlantis. Vraag maar niet, want ik heb geen idee waarom de oude Atlantiërs al die vliegtuigen en schepen nodig hadden. Maar oude gebruiken en tradities zijn wreed. Iemand als jij wordt onmiddellijk tot slaaf gemaakt. Of als je dat niet aan kan, wordt je brandstof voor stoomboten. Voorzichtig, Arnold. Er komen nieuwe voertuigen aan. Er is een andere theorie. Alles wat er gebeurt in de Bermuda-driehoek is te wijten aan aliens. Misschien nemen ze voertuigen om menselijke technologieën te bestuderen. Of zetten ze het in een museum. Kijk eens hoeveel spullen ze in hun tentoonstellingen hebben. Omdat aliens slecht op de hoogte zijn van de aardse levensvormen, werd je bij de paddenstoelen geplaatst. Wees niet beledigd, Arnold. Het zou kunnen zijn vanwege je kapsel. Je zult je niet lang vervelen. Ze zeggen dat buitenaardse wezens mensen ontvoeren voor een ander doel. Je moet zwanger worden en hun buitenaardse baby dragen. Sorry, Arnold, maar aliens zijn ook slecht in geslacht.
Ben je eindelijk wakker geworden? Het lijkt erop dat op deze hoogte je flauw viel door gebrek aan zuurstof en een paar gekke dromen had. En deze merel zag je aan voor een rival. Zoals ik al zei, vanuit wetenschappelijk oogpunt gebeurt er niets ongewoons in de Bermuda-driehoek. Kalm meer, Arnold. Geen vliegtuigen, schepen of mensen verdwijnen hier. Op voorwaarde natuurlijk dat hun jetsetvleugels niet zonder brandstof komen te zitten. Zit je in bad? Stel je voor dat de golf je niet in de badkamer pakt, maar in de zee. De Zwarte Zee is in feite ook een grote badkuip. Zo groot als 1,5 miljoen kubieke kilometer. Het zou ongeveer 243 miljoen jaar duren om hem te vullen. De plotselinge beweging van tektonische platen veroorzaken golven. De zeebodem komt enkele meters omhoog en creëert zo de dodelijke tsunami-golven. We bevinden ons nu in Portugal. De hoogste golven ter wereld worden hier gevormd. Het is net een cheetah, maar dan in de wereld van de golven. Want zijn snelheid heeft al 100 kilometer per uur bereikt. Een Hawaïaanse surfer ving hier een golf van 24 meter. Hiervoor kwam hij in het Guinness Book of Records. Heb je ooit gehoord van een killer wave? Dit zijn enkelvoudige golven van 25 tot 30 meter hoog die niet te zien zijn. Zelfs niet vanaf een schip. Ze kunnen plotseling en onmerkbaar verschijnen. Daarom is er heel weinig tijd om de bemanning van een schip te redden. Killer waves kunnen een schip doen zinken in slechts één klap. Zelfs Conor McGregor zou jaloers zijn op zo'n knockout. De grootste golf ooit gemeten werd in 1958 gevormd in de Lituya Bay in Alaska. De golf bereikte een hoogte van 30 meter en bedekte de bergen naast de baai. Als gevolg daarvan werd alle vegetatie tot een hoogte van 520 meter boven de zeespiegel vernietigd. En dit is de hoogte van 5,5 vrijheidsbeeld. Op een kust zal de natuur zelf de nadering van een tsunami laten doorschemeren. Dieren voelen de ramp aankomen en beginnen ergens heen te vluchten of gedragen zich vreemd. Vogels vormen zwermen en vliegen weg. Als je aan land bent, stap dan in een auto, op een fiets, vlucht. Vraag King Kong om u een lift te geven. Er wordt geadviseerd om tot een hoogte van 36 meter boven de zeespiegel te komen. Arnold, je kunt beter naar de bovenste verdieping van het Empire State Building gaan. De wolkenkrabber is 102 verdiepingen of 280 meter hoog. De lift gaat met een snelheid van 210 meter per minuut omhoog. Dus je hebt zeker tijd. Oh, nou, dat is ook mogelijk. Schreeuw niet onder water, anders zul je stikken. Hou jezelf bij bewustzijn met alle middelen. Arnold! Arnold! Arnold, verstop je! Dat zijn de buren van beneden. Je verdrinkt ze. Nou, dat was het dan. Ik moet gaan. En jij zoekt alles zelf maar uit. Doei! Waarom heb je dit spul nodig, Arnie? Wil je een echte versie van Minecraft maken? Easy smeezy. Wist je dat Minecraft na Tetris het best verkochte spel ter wereld is? En de allereerste versie werd gemaakt in slechts 6 dagen. Dus, wat is beter, Minecraft of het echte leven? Het zou waarschijnlijk cool zijn als je, wanneer het leven je te moeilijk leek, een makkelijkere modus kon kiezen. Hier hoef je niet bang te zijn voor enge dingen, nog voor honger. Maar het is eigenlijk niet zo interessant. Laten we het speltype overleven kiezen. Nu moeten we handelen zoals in het echte leven. Voedsel vinden, een huis bouwen, jezelf verdedigen en ervaring opdoen. Natuurlijk is dat in het spel veel gemakkelijker. Met slechts één pikhouwiel kun je een boom omhakken die in de lucht hangt. En je kunt steen krijgen door het gewoon in een paar seconden te breken. Een dag duurt die slechts 20 minuten. En zelfs je zielige pixelgezichtje kan iemands aandacht trekken. Je kunt zoveel fastfood eten als je wilt. En je wordt niet dik. Dat is een pluspunt. Je zult altijd comfortabel zijn, elk moment van het jaar. En je hoeft niet eens kleren te kopen. En je kunt een cactus in je huis gebruiken in plaats van een vuilnisbak. Die kan elk voorwerp laten verdwijnen. Als je je verveelt, kun je een schaap een andere naam geven. En het zal glinsteren in verschillende kleuren. En ja, hier kun je gewoon een schaap op straat tegenkomen. Vergeet niet, het is Minecraft. Tijd om naar huis te gaan. Oh ja, ik vergat. Het is makkelijk om je huis te laten stelen of vernietigen. Is het game over? Welkom terug in de realiteit, Arnie, mijn oude buddy. Kijk, niemand heeft je huis vernield. Maar terwijl je speelde, werd je beroofd. Doei doei, Arnold.
Stop met eten in de winkel. Die groenten zijn GMO, genetisch gemodificeerde organismen. Deze tomaat bevat een zijderupsgen. En je gewone, alledaagse komkommer vertoont genetisch gezien 40% gelijkenis met een mens. Maar wees niet bang, GMO is niet eng. En ik weet precies hoe ik je dat kan bewijzen. Laten we jou genetisch modificeren, Arnold. Het is illegaal om zulke experimenten op mensen uit te voeren. Maar in 2018 werden in China 2 genetisch gemodificeerde baby's geboren. Ze waren geprogrammeerd om immuniteit tegen HIV te hebben. Nu zijn we in het tip-top geheime laboratorium van het Pentagon. Ze produceren er vooral GMO-soldaten. CRISPR-Cas9 is een nieuwe technologie waarmee het DNA van het ene organisme in het DNA van een ander geïmplanteerd kan worden. Een gewone vis werd ingeplant met genen van een bioluminescente kwal. Nu is het een glowfish. Groenten worden gemodificeerd om ze langer te bewaren en ze beter te laten smaken. Maar hoe zit het met jou, Arnold? Wil je langer worden? We kunnen het Michael Jordan-gen gebruiken. En we halen het zweetgen bij je weg, zodat je niet meer zo stinkt. En hier is Arnold 2.0. Een nieuw leven is begonnen. Zonder zweet zullen mensen eindelijk naast je komen zitten in de bus. En de oma van je buurvrouw zal ophouden je een klein roodharig maagdje te noemen. Nu noemt ze gewoon een roodharige maagd. Ja, genetische manipulatie is nog niet perfect. Maar het is de toekomst. Designer GMO-baby's komen eraan. En het zal mogelijk zijn om het wreedheidsgen uit misdadigers te verwijderen. Het is een nieuwe fase in de evolutie. Zoete dromen, Arnold 2.0. Hey, wat is er aan de hand? Arnold, heb je alle spuiten uit het lab gestolen? Wat? Wil je jezelf injecteren met het aardbeiengen om lekker te ruiken? En een corgi-gen voor een perfecte kont? Doe dit niet, Arnold! Stop! Oh mijn god, wat hebben we gedaan? Ik had het mis. Genetische manipulatie is niet alleen gevaarlijk voor het organisme, maar ook voor de hele stad. Wat is er mooier dan een zomerse wandeling in een park? Wij kiezen ons lot niet. Het kiest ons. Arnold, kijk uit! Wow, het lijkt erop dat iemand hier radioactief afval heeft gemorst. Hey, Arnold, nu kun jij een superheld zijn. Wist je dat Marvel's Wolverine oorspronkelijk Badgerman zou heten? Dus in dit geval ben jij Beef Skunk Packerman. Gaaf. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat een superheld 3 superkrachten heeft. Maar jij bent niet de enige met superkrachten, Arnie. Een zwaardmeester uit Japan, Isao Machi, kan bijvoorbeeld een kogel met een snelheid van 320 km per uur doorsnijden. Slavisla Pajkic uit Servië kan letterlijk 20.000 volt elektriciteit aan. En hij kan ook eten koken door elektrische stroom door zijn lichaam te laten lopen. Wim Hof uit Nederland kan urenlang temperaturen onder nul verdragen. En hij heeft zelfs de Mount Everest beklommen in zijn onderbroek. En jij dan, Arnold? Wauw, gefeliciteerd! Ik zie dat je het vermogen hebt gekregen om spijkers met je schedel te slaan, dammen te bouwen en zelfs supervlooien te kweken op je eigen lichaam. Maar serieus, als je denkt dat jouw superkrachten belachelijk zijn, kijk dan eens naar de DC Comics Dog Welder, wiens kracht het is om honden aan zijn vijanden te lassen. En Zeitgeist uit de X-Men ontdekte na een nachtelijke drinkpartij dat hij de mogelijkheid had om zuur te kotsen. Wist je dat de netto-waarde van Batman 98 miljard dollar is? Het lijkt erop dat superheld zijn een zeer lucratieve zaak kan zijn. En het allereerste exemplaar van de Superman-strip werd op een veiling verkocht voor 3,5 miljoen dollar. En te oordelen naar het aantal aanvragen op Google is Spider-Man nu populairder dan de president van de Verenigde Staten. Arnold, ik weet dat dit heel cool is. Maar toch, de belangrijkste taak van een superheld is niet om zich te koesteren in glorie, maar om te vechten voor het goede.
Hé jongens, de wereld is in gevaar. De wereld is verdoemd zonder jullie. Oké, zeg niet dat ik jullie niet gewaarschuwd heb.